beroep een chef pizza bakker. Chef pizza bakker? Ja, ja. En nu wil je kapper worden? Ja, hier, ja, kapper. Ja? Ja, ik vind het leuk. De Nijmeegse stichting Solid Road helpt statushouders hun talenten te ontdekken door het aanbieden van gratis cursussen. 10 van hen volgen nu een basis kapperstraining. De eigenaar van de kapsalon, Luai Kosh, was 24 jaar geleden zelf ook vluchteling. Ik ben zelf ook vluchteling geweest. Ik kom zelf ook uit Irak. Ik woon al 24 jaar in Nederland. Ik was niet kapper in Irak, maar wel hier heb ik de opleiding gedaan bij Rijn IJs College in Arnhem. Heb ik overal gewerkt in Nederland. Heel veel ervaring opgebouwd. En ik vind training geven heel, heel leuk zelf. Dus daarom wil ik andere mensen ook verder helpen. Het is gewoon heel erg belangrijk dat vluchtelingen zeg maar echt ontdekken waar ze goed in zijn. Maar heel vaak is het natuurlijk ook gewoon dat ze zijn veel achtergelaten in een land van herkomst. Het is een nieuw begin. Dat ze eigenlijk gewoon zich echt weer aan het oriënteren zijn. Wat vind ik leuk om te doen? Waar ligt mijn passie? Maar sommigen hebben ook altijd van gedroomd bijvoorbeeld om kapper te worden. Maar hebben nooit de kans gehad. En wij bieden hun dus nu deze kans om hun talenten te ontdekken. En om echt te ontdekken, is dit echt iets voor mij? Wil ik later hiervan mijn beroep maken? Het meeste van die cursussen zie ik dat heel weinig hebben ze, sommige van hen hebben ze al heel vaak geprobeerd ergens anders te werken of werk zoeken of te leren of willen ze heel graag een opleiding aan te melden, maar wordt nergens aangenomen. En ja, de taal speelt natuurlijk een heel grote rol. Dus bij sommigen, maar ik heb een paar die spreken wel heel goed Nederlands en die wonen iets langer dan natuurlijk dan die anderen. Maar die hebben ze ook natuurlijk door leeftijd of zo, dan hebben ze geen kans kunnen krijgen een opleiding bij ROC of Rijn IJs College. Of terecht ergens een baan kunnen vinden. Belal is een van de cursisten. Hij komt uit Syrië en vindt het nog spannend om Nederlands te praten, maar kapper worden, dat wil hij wel. En hoe lang woon je al in Nederland? Ik ben 5 jaar geleden. Ben je gekomen naar Nederland? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En bevalt het tot nu toe goed? Ja, heel goed. Ja? Heb je al veel vrienden gemaakt? Ja, ik heb vrienden, ja. En wat was jouw beroep in Syrië? De beroep in chef pizza bakker. Chef pizza bakker? Ja, ja. En nu wil je kapper worden? Ja, hier, ja, kapper. Ja? Ja, ik vind het leuk. Ja? Ja. Nou, ga maar wat van mijn haar maken, zou ik zeggen dan. Oké, dankjewel. Zou je straks alleen maar kapper willen zijn voor vrouwen of ook voor mannen? In allebei. Alle twee, oké. Okay. Ja, allebei, ja. In Nederland allebei. Mm-hmm. Ja. De training heeft 5 weken geduurd en dat is genoeg om te weten wie er echt met het kappersvak door wil gaan. Ja, wat we nu in ieder geval echt gewoon naar bereikt hebben is dat we dus echt nu al weten van wie hiermee verder wil. Dus dat is echt ontzettend mooi om te zien. Dat we dus nu gewoon een aantal mensen hebben die zeggen van ik wil gewoon heel graag kapper worden. En dat vind ik zelf ontzettend leuk om te zien. Want toen ze hier begonnen hadden zeg maar, ze alleen de passie en het verlangen. Maar nu weten ze zeker van ik vind het echt zo leuk. Ik wil heel graag mee verder. Dus dat is ontzettend leuk om te zien. Waardoor ze natuurlijk ook ontzettend gemotiveerd zijn om Nederlands ook verder te leren. En om hier ook echt een toekomst op te bouwen. De kapperstraining heeft niet alleen ervaring en nieuwe woorden opgeleverd, maar Luai gaat ook 2 van de cursisten aannemen als leerling kapper. En het haar van de verslaggeefster zit ook weer goed. Nou, ziet er goed uit. Alsjeblieft.